Yo gasten, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video waarin ik PCM speel. Dit is de career mode met Giant Shimano. Ik ga niet te lang spelen, want er komt natuurlijk snel Pro Cycling Manager 2014 uit. Die ga ik spelen. Ik ga hem op de PC spelen. In een eerdere video zei ik dat ik hem op de PlayStation 4 ging spelen. Maar ik ben een beetje achtergekomen dat eigenlijk helemaal geen leuk spel is op de PlayStation 4. Daarom speel ik hem dus toch op de computer. Ik ga dadelijk gewoon de Tour Down Under doen. Dan doe ik de eerste twee etappes. Ik ga nog een video maken dat ik ook de andere etappes ga doen. Hier zie je de patch die PCM Daily heeft uitgebracht. Ik zou het zeker aanraden om die te downloaden. Zoals je ziet kan je allemaal verschillende voorwielen. Die heb je gewoon al, je hoeft ze niet eens te kopen. Als je ze moet kopen, zou het natuurlijk ook een beetje duur worden. Ik rij met de Dura C50 vandaag. In het echt rijd ik daar ook mee, daarom is het wel leuk om te doen. Zo kun jij dat natuurlijk ook doen. Hier je ziet dat ik allemaal verschillende wielen heb, ik laat het jullie nog even zien. Je hebt ook race leader wielen, daar heb je allemaal verschillende. Die laat ik dadelijk misschien wel zien, als ik natuurlijk de gele trui heb. Dat weten we nog niet, maar laten we gewoon gaan kijken naar de gameplay. Ik druk even nog op de Dura C50. Dan pak ik nog heel even mijn helm van Team Giant Shimano. Ik ben natuurlijk Team Giant Shimano. Is het ook leuk als je alle dingen erbij hebt. Dus laten we gewoon meteen in de gameplay gaan. Nou, dan zie je hier wie ik als kopman heb. Ik heb John Degenkop als kopman. Heel goed team meegenomen naar Down Under. Hier krijgen we dan de gameplay. Ik ga meteen in de aanval zoals je ziet. 134 kilometer gaan. De etappe was ook 134 kilometer. De witte vlag is net uit. En daar gaat Ramon Sinkeldam. Hij wordt meteen achtervolgd door een paar renners. De achtervolging komt niet meteen op gang. Is Brown en Dominique Clemme. Dan zien we hier het ontstaan van de kopgroep. Alleen Jasper Stuyven is er nog bijgekomen. Dan gaan we naar de eerste sprint. Sinkeldam wil Stuyven volgen. Stuyven is achter hem. En hij gaat ineens al aan bij 1,7 kilometer. Dus ik zeg volg hem even, die Jasper. Maar ik denk, hey, ik ga hem toch mezelf aan. En hopelijk komt Sinkeldam er nog overheen. En ja, hij doet het eigenlijk vrij makkelijk. Pak ik de 6 punten voor het tussenklassement. En daar ook meteen voor het puntenklassement. Want dat is in Down Under heel makkelijk te halen. Hier zie je de samenwerking van de kopgroep. Het verloopt allemaal goed. Iedereen werkt mee. Ik laat hier Sinkeldam even rusten na zijn tussensprint. En de achtervolging is gewoon rustig. En die komen twee teams achtervolgen. Lampre en Movistar. Orica op ook nog met één mannetje mee. Gaan we hier naar de tweede intermediate sprint. Ik volg Jasper Stuyven. De hele kopgroep valt stil. Omdat eigenlijk iedereen Jasper Stuyven wil volgen. En natuurlijk mijn Sinkeldam. Hier ga ik hem dan alsnog volgen. Jasper Stuyven gaat natuurlijk aan. Die wil ook de sprints hebben. Dan gaat hij hem hier aan bij 1,5 kilometer. Sinkeldam heel makkelijk in het wiel. Hoeft niet eens uit zijn zadel te komen. Komt hij hier alsnog uit zijn zadel. En komt er heel makkelijk overheen. En zo gaat hij naar 12 punten in het puntenklassement. Nikias Arendt is dan gevallen. Die moet de achtervolging ingezet. Dan gaat hem, kan ik je al verklappen, niet lukken in deze etappe. Hij hoeft gelukkig niet uit koers, hij is wel op tijd binnen. Dan valt hier heel het peloton stil. Dus ik denk, ga aanvallen met de Warren Barkiel. De man die in de Vuelta vorig jaar ook al twee etappes won. En valt hier aan. Maar helaas komt het peloton meteen achter wie het is, Warren. En komt meteen Christian Koren, die gaat achtervolgen op Warren Barkiel. Daarom schroef ik ook meteen de inspanning ietsje terug, want hij gaat natuurlijk nooit 21 kilometer volhouden. De hele tijd door te rijden. Ja, Lotto Belitsvoor heb ik ook nog eens mee, Ulrika Greenwich ook, dus eigenlijk een onmogelijke missie. Maar ik mat die mannen alvast af, zodat Degenkop dadelijk in één keer weg kan razen. Gaan we hier naar de laatste beklimming. Ik heb geen idee welke beklimming het is in Australië. En dan krijgen we hier Ulrika Greenwich, die natuurlijk voor eigen volk een mooie prestatie willen gaan neerzetten. Al de hele dag ook al in de achtervolging. Ik zet even Tom Dumoulin, dat hij even lekker gaat rammen op de berg. Degenkop ook. Met Reinhard Jansen van Rensburg. Barkiel blijft gewoon zijn eigen tempo rijden, zodat hij misschien daar nog wat kan doen voor John, Big John.
En dan komt hier John Degenkolb voor de forcing. En Degenkolb komt bijna los van het peloton. Maar het is meteen Diego Ulissi die erop reageert. Ze meteen in het wiel van John Degenkolb, Big John. John rijdt gewoon lekker door. Met Reinhard Jans van Rensburg voor hem, die goed beschermt. Barkiel blijft er ook nog knap bij. Voor zo'n jongeling, pas 22 jaar oud. En dan zo goed kunnen rijden. En dan zien we daar Tom Dumoulin ietsje verder in het peloton. Met Sinkeldam als beschermer. Ze kunnen dadelijk misschien nog naar voren rijden. Zodat ze Big John nog even kunnen helpen. Laten we het hopen. John Degenkolb pakt ook nog eens de bergpuntjes. Zonder dat ik die wilde, maar ja. Hij pakt ze toch maar even mooi mee. En dan komt Tom Dumoulin er ineens. En denk ik, wow, die is ineens keihard naar voren gereisd. Dus ik maak even een mooi treintje. En hier is dan een treintje. Ik ga met Luca Mesketch in het wiel van John Degenkolb. Om John Degenkolb te gaan beschermen. John Degenkolb in het wiel van Ramon Sinkeldam. Goeie aantrekken. Ramon Sinkeldam aan het wiel van misschien wel een van de, grootste talenten van Nederland. Vandaag nog in de Ronde van Zwitserland te knap tweede geworden. Hier neemt hij dan het tempo over met 85 inspanning. Maar al snel komt Ramon Sinkeldam eroverheen. Ramon Sinkeldam gaat hem aan. Kan hij het houden? John Degenkolb komt eroverheen. John Degenkolb komt eroverheen. Wordt het dan een 1-2-3 voor Giant Shimano? Ja hoor, het wordt gewoon een 1-2. Hier is dan de volgende etappe. Waarin ik in de avond ga met Nicky als Arend. Want hij heeft natuurlijk een berg achterstand. 8 minuten en 38 seconden. Nummer laatste in het peloton. 133ste. John Degenkolb hier op zijn mooie fietsje. Gele fiets heb ik even voor hem bij elkaar gezet. Nikias Arendt hier met Maarten Cialinghi en Johan Le Bon gaat in de kopgroep. Peloton laat ze nog niet rijden omdat er ook nog twee mannen bij komen. Quinziato en Brown. Christian Coron weer in de achtervolging net als de vorige etappe. De samenwerking verloopt niet zo goed en daarom worden ze ook weer bijgehaald. Maar Reinhard Jansen van Rensburg gaat gewoon meteen in de aanval. Een soort counterattack. We hopen dat het peloton nu niet meteen gaat achtervolgen omdat ik een klein gaatje krijg. Je ziet meteen al drie man erachteraan komen. Het is Irizar, Le Bon weer en Bart Nondal. Hier gaat Reinhard Jansen van Rensburg voor de tweede keer in de aanval. Hij krijgt een tegenaanval van Brown weer. Die zagen we net ook al. Het is voor de punten. Van Rensburg gaat hij natuurlijk al winnen tegen Brown net aankomen. Sluit is nog moe van die inspanning. Reinhard Jansen van Rensburg rijdt al ietsje langer op kop. En kan dus makkelijk deze sprint gaan winnen. Het peloton, zoals je linksboven ook zag, doet het rustig aan. Dus krijgen we de twee vluchters een vrijgeleide. Tussensprint voor het bergklassement. Brown lijkt hem te gaan winnen, maar Reinhard Jansen van Rensburg overklast hem. En komt er nog met een mooie jump overheen en pakt zelfs nog een gaatje van 7-9 seconden. Gaan we hier alweer naar de volgende bergsprint. Reinhard Jansen van Rensburg op kop. Gaat er gewoon van kop aan. 85 inspanning. Brown kan er nog wel overheen komen. Ik denk te gaan aanvallen. Reinhard Jansen van Rensburg blijft gewoon rustig zijn eigen tempo rijden. Hoeft niet veel te doen. En gaat hier gewoon weer de volgende 3 punten pakken voor het bergklassement. We zien het hier nog even gebeuren. Reinhard Jansen van Rensburg overklast gewoon Brown. Brown kan nog net aan blijven sluiten. Dan gaan we naar de laatste kilometer. Want ik denk de koplopers worden bijna ingelopen. De peloton zal ook moe zijn. Dus ik ga met Warren Barkiel. Weer net als de vorige etappe. Hij trekt hem nu harder door. Ik hou hem nog even in. Ik dacht dat ik al weg was, maar nu ben ik wel echt weg. Hij trekt hem door en gaat weer op zoek naar Reinhard Jansen van Rensburg. Misschien kan hij nog iets voor hem betekenen. Hij ziet er nog wel fit uit aan zijn balkjes te zien. Dan krijgen we ineens een tegenaanval van een renner van Lampre Merida. Dus ik moet even gaan opletten. Ik denk dat het Diego Ulissi is. Een van de favorieten voor deze koers natuurlijk, samen met John Degenkolb. Dus nu moet ik gaan reageren. Gelukkig blijft mijn team rustig. Ik laat ze gewoon naar voren rijden, zodat ze wel voor het peloton blijven. Dus als er nog iets gebeurt, dan
Zitten ze niet in een valpartij of zo? We hebben een mooi gaatje met Warrenbar, Kiele en Reinhard Jans van Rensburg. Hij kan dus nog voor hem rijden. Hij zit wel meteen op zijn max 199 hartslag. Hier worden ze dan alweer ingelopen met nog maar 8 kilometer te gaan. Mooi ploegenwerk van mijn team. Ik hou hem nog even in. Maar dan zie ik dat het echt wel gedaan is met mijn vluchters. Dus ik ga met Tom Dumoulin een mooi tempo rijden. Barkiel kan helaas niks meer betekenen. Is kapot. Net als Reinhard Jansen van Rensburg. Tom Dumoulin neemt hem over. Met een inspanning van 80 is genoeg om gewoon op kop te blijven. Hij hoeft niet harder te gaan, want dan gaat hij natuurlijk af. En hij is natuurlijk nog een troef. Een soort tweede man. Tom Dumoulin trekt hem ook niet hard, te hard door voor Ramon Sinkeldam. Kan gewoon in het wiel blijven. Luca Mesgec geldt hetzelfde. John Degenkop zit in een ideale positie om ook de tweede etappe in de Santos Tour Down Under te gaan winnen. En dan gaat Sinkeldam hem aan bij de 3 kilometer grens. Sinkeldam heeft even moeite om op gang te komen en komt dan toch op gang. Luca Mesgec komt er overheen. John Degenkop zit nog heel gemakkelijk met plus 5 vorm van de dag. En hier gaat hij hem aan. Niemand heeft kans, hij sprint iedereen uit het wiel en pakt zelfs nog een gaatje van 15 seconden. En zo zit ik na 2 dagen in een zetel om de Santos Tour Down Under te gaan winnen met John, Big John. Hier zien we nog even een mooie herhaling van Big John, die er geen enkele moeite heeft met de tegenstand. Luca Mesgec wordt nog een knap, geeft nog een knappe 6e plaats. En dit was mijn video. Als je hem leuk vond, laat een like achter. Dat zou ik super fijn vinden. Abonneer op mijn channel. Ik ga in PCM 2014 veel meer van deze video's maken. Als je nog iets mist in deze serie, laat het me gewoon weten. Ik zal alles doen wat jullie leuk vinden. Bijna alles dan. En tot de volgende keer.